Good morning YouTube, yo gasten, welkom bij Team Lief. Ik ben Jeff en ik heb vandaag voor jullie een potje MW3 weer. En ja, dit is op de map Boardwalk of zo. Boardwalk, weet ik veel. Dat is allemaal Engels, hè, en ik kan geen Engels. Tegen Jay die zegt altijd, het is Engels. Dan legt hij altijd helemaal gevaar over het lachen. Nou, maar goed. Wat vind ik van de map? Ik vind het een hele leuke map. Dit is een van de map packs die ik kon downloaden toen de tijd. Gewoon leuk. Ik vind hem heel mooi. Echt heel mooi gemaakt. Gewoon met al die dingen, weet je wel. Het is echt... het ziet er echt gewoon heel goed uit. En gewoon ook een heel leuke map om te spelen. Tenminste, dat vind ik wel. Dit is ook aan het strand en zo, hè. Want als je ook daar kijkt, hier links. Kijk, schitterende boot zag je leggen. En het is gewoon echt super, super vet gemaakt. Vind ik tenminste wel. Laat mij even jouw mening achter wat jij ervan vindt. Misschien vind jij dat roze huisje hier rechts wel heel erg mooi. Laat het dan even weten. Hè? Dat is wel leuk. Nee, maar goed. Ik vind dat gewoon dat uitzicht hier vanaf, zeg maar, vanaf deze map richting de zee. Met die boten. Dat vind ik echt schitterend mooi. En waarom vind ik dat nou eigenlijk schitterend mooi? Nou, dat is gewoon omdat... Ja, ik heb gewoon wat met boten, weet je. Ik heb wat met varen. Ik... Mijn grotendeels op het water opgegroeid. Mijn ouders hadden vroeger ook een schip. En ja, het is niet zo'n heel groot schip hoor. Was het, nee, ik denk dat het ding een meter of 5, 6 was of zo. Dus ja, dat valt allemaal best mee. Dan kon je nog achterin de boot kon je nog slapen. Dan moest je de tafel moest je dan laten zakken. Hetzelfde als in de caravan. Die tafel moest je laten zakken. Dan ging je daar gewoon een plank op leggen. En... Ja, dan had je die zijkussens, die moest je dan als matras weer gebruiken, weet je wel. Het was heel erg, habibabi, maar voor toen, in die tijd, was het natuurlijk heel wat. Dit was echt begin jaren 90, zeg maar, weet je wel, waar ik het nu over heb. En ja, voor kon je ook nog slapen, dat was gewoon in de punt. Dan sliepen mijn ouders dan. Daar kon je ook gewoon slapen. Ik sliep samen met mijn broer, of broertje eigenlijk, sliep ik dan achterin. Maar ik heb altijd heel erg veel plezier gehad, altijd heel veel... Ja, gewoon, weet je, ik heb me echt nog nooit verveeld. Nog nooit. Ik was ook heel erg jong nog toen we al begonnen te varen. En, weet ik veel. Wat deden wij daar al? We gingen altijd zwemmen. We waren met vissen en het zeilen. Ik kreeg op me, geloof dat ik een jaar of 4, 5 was of zo. Toen kreeg ik een zeilboot van mijn opa. Mijn opa die had ook vroeger een boot. Die was even wat groter. Ik denk dat hij een meter of 8, 9 is, misschien wel 10 hoor. Ook een heel mooi ding trouwens. Dat was eigenlijk nog een mooiere boot dan dat wat wij hadden. Mijn moeder was vroeger ook wel op het water opgegroeid eigenlijk met al mijn ooms. En ja, die ging ook altijd op vakantie met dat ding en wij ook dan. Maar ja, die ging ook overal naartoe, weet je. Naar het Klimduin, we gingen naar Groet, we gingen weet ik veel wat, Amsterdamse Bos, we gingen naar Haarlem toe, we gingen... We zijn echt best wel veel plekken geweest. Het was niet echt een boot waar je de zee mee op kon, dat niet. Maar goed, ik heb gewoon wat met water, weet je. Water en boot, ik vind dat helemaal geweldig gewoon. Maar goed, de gameplay, daar hadden we het dus een beetje over gehad. En laat dan gewoon even weten wat jij zo mooi vindt aan deze map. Of je vindt hem helemaal niet mooi, dat kan natuurlijk ook. Nou, laat het allemaal even weten in de reacties. Oké. Ik wil iedereen nog eventjes gaan bedanken die mij gefeliciteerd hebt met mijn 4000 subscribers die behaald zijn. Jongens, iedereen wil ik daarvoor bedanken. Niet alleen degene die mij gefeliciteerd hebben, maar al die jongens die mij gesupport heeft. Wat een woord ook, hè. Die mij altijd gesupport heeft en altijd likes heb gedropt, reacties achter hebben gelaten. Die hem in zijn favorieten hebben gezet, die me volgen op Twitter. Echt, ik ben er echt super, super blij mee. En dat meen ik echt. Maar nu heb ik één ding. En eigenlijk een vraag aan jullie. Zoals jullie weten doe ik om de 500 subs. Doe ik altijd de Q&A. De laatste Q&A is zo'n... Ja, ik had even gauw gekeken. Dat is dan zo'n 55 video's is mijn laatste Q&A geweest. En ja, nou is eigenlijk eventjes de vraag van... Jongens, moet ik weer een Q&A gaan doen? Of hebben jullie zoiets na, Jeff, je hebt het pas geleden nog gedaan. Laat maar even zitten, doe het maar bij de 4.500. Doe het dan maar eventjes.
Dat vind ik ook goed, weet je. Dan doen we gewoon een Q&A bij de 4.500. Maar als jullie zeggen, nou Jeff graag, we willen een Q&A doen, maar we kennen je niet al te goed. Nou, doen we gewoon lekker een Q&A. En anders heb je zoiets van, nou ja, weet je, we doen bij 4.500. En dan gaan we deze Q&A van de vorige keer terugkijken. Dat was op Battlefield 3. Het was een hele lange video. Hoop leuke vragen. Echt, er zaten echt een hele hoop leuke. Hele hoop leuke vragen. Jezus, ik kom niet eens meer aan mijn woorden. Vandaan. Dat komt omdat ik gewoon zo blij ben, weet je. Ik ben zo blij. Maar goed. Dan kijk je gewoon die video even terug, weet je. Dat kan natuurlijk ook. Staat gewoon bij mijn video's. Klik je gewoon even bij mijn kanaal. Klik op video's. Dan staan er ook Q&A. Dus. Dat is gewoon zo'n gemiddeld 5 video's terug. Dan weet je een beetje waar je moet zoeken. Dus laat het even weten in de reacties. Q&A ja of nee. En wat je natuurlijk zo leuk vindt aan deze map. Ik had het ook al verteld over het zeilen. Hè? Daar hadden we het net natuurlijk over. Ik had vroeger dus een bootje gekregen. Dat was zo'n klein kutzeilbootje van mijn opa. Misschien is het ook wel een keer grappig om dat een keer te laten zien. Ik zal eens even aan mijn vader vragen of hij nog... of hij dat toen de tijd... Want ja, toen hadden we ook een videorecorder. En natuurlijk was het niet in HD natuurlijk, hè. Want dat was toen nog helemaal niet, nee. Ik zal eens vragen hem of hij nog beeldmateriaal heeft. Wat hij toen de tijd heeft overgezet naar DVD of zo. Wat ik kan gaan gebruiken, weet je. Dat je gewoon een klein stukje van Jeff kan zien toen hij jong was. Dan zie je gewoon een ettenbak, weet je. Met een jochie, met een wit koppie. En allebei hadden we dan een oranje zwemvest aan. Het zag er allemaal niet uit. Zo'n hele dikke zwemvest was dat. En... ja, dat we in een zeilbootje waren en zo. Maar ja, misschien hebben jullie zoiets. Nou, dat vind ik ook wel leuk. Laat het even weten. Gisteren ben ik geweest. Ik zit even te denken hoor. Ik spreek deze video in op de 20ste. Nou, deze komt dan de 21ste online. Maar gisteren ben ik ook nog even naar mijn vader geweest. Daar ga ik een interview doen. Of heb ik een interview gedaan. En dat gaat een beetje over het vliegen en zo. Dus dat komt ook weer helemaal goed. En dan zal ik er meteen eventjes vragen aan hem van... joh, heb je nog wat beeldmateriaal of wat foto's digitaal staan? Ook er zijn gewoon normale foto's of zo, maar dan ga ik ze gewoon inscannen, weet je. Zodat ik dat kan laten zien. Nou, misschien vind je dat gewoon erg leuk. Dan komt het gewoon helemaal goed, weet je. Ik moet zeggen, ik kan het niet beloven. Ik moet het even navragen, want ja, ik weet het ook niet zeker. Ik weet wel dat er foto's zijn en beeldmateriaal is... maar ja, of ik het kan gaan gebruiken, dat weet ik niet. Omdat het gewoon... ik weet niet of het digitaal is, weet je. En... beeldkwaliteit zal ook niet optimaal zijn. In die tijd hadden we geen Super 8 meer, hoor. Geen Super 8 video meer. Nee, toen hadden we wel al een videorecorder. Dat was een best groot ding ook gewoon, weet je. En er zat ook zo'n bandje in en... volgens mij is het ook nog zo, als je dat terugkijkt, dan hoor je dat bandje draaien. Dat is zo erg. Een oud habibabi ding. Maar goed, voor toen de tijd was het natuurlijk heel wat, weet je. Niet iedereen had een videorecorder. En toen de tijd was het natuurlijk voor mijn vader ook altijd heel hard werken en zo. Voor alle leuke dingetjes werkte mijn moeder. Maar mijn vader moest altijd dikke uren maken, dik overwerken. Gewoon voor ons, weet je, om ons groot te laten worden. En ja, het is hem aardig gelukt. Ik bedoel, ik ben 1,92 meter. Mijn broertje is iets groter. Die is een schouwe breder ook nog. Dus dat is hem echt aardig gelukt. Pa, als je dit zit te kijken, in ieder geval wil ik je daar nog voor hartstikke bedanken. En dat weet je gewoon, weet je. Je bent mijn topper. sorry jongens, maar af en toe dan kijkt hij die video's ook nog wel. Hij vindt dat helemaal geweldig. En vooral wat ik doe met YouTube, hoe ik met jullie omga, die video's die ik maak, de inspiratie die ik heb, hoe ik er op het idee kom, dat vind ik ook helemaal geweldig, weet je. Het zijn dan bepaalde dingen, ook af en toe met de fun videootje, van ja, dan leg je allemaal gevaar in, hoe kom je erop, Jeff? Ja, weet niet, pa, ik loop gewoon te kloten en dan komt het vanzelf wel. Nou ja, goed. Mijn pa heeft er natuurlijk een hele sterke band mee. En sinds dat ik samen met hem werk, hè, want ik werk in hetzelfde bedrijf als mijn vader. Toen de tijd werkte ik nog echt samen met mijn pa, maar nu niet meer. Omdat ik een andere kant op ben gegaan in dat bedrijf zelf. Is de band eigenlijk alleen maar hechter en hechter en hechter en hechter geworden. Het is echt...
ook met het vliegen, weet je wel. Ik ben gewoon vaak met mijn vader op stap. Ook met mijn schoonvader ben ik ook vaak op stap. Maar die band, dat wordt alleen maar beter tussen mij en mijn vader. Met mijn moeder heb ik ook trouwens een hele goede band, hoor. Ze zijn niet gescheiden of zo, ze wonen gewoon allemaal bij elkaar. Allemaal! Jezus, Jeff! Ze wonen allemaal bij elkaar, allemaal! Nee, kijk. God kan leren, nou, het is maar weer goed dat de gameplay er alweer op zit. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet even overal antwoord op te geven. Volg me op Twitter. Tot later. Ciao.